Nou, goedemorgen voor mij. Het is redelijk vroeg, 7:50. En dit is mijn eventstage bij de Vrouwenmars. Ik weet niet of jullie het kent. Mijn eerste taak is, ik sta nu in het huis van bewaring bij de helperlinie. En daar gaan we zo meteen lopen. En mijn eerste taak is hier bij de bovengang in het huis van bewaring. Want ik moet zorgen dat er niet te veel mensen naar de wc gaan. Nou. Tot nu toe zie ik dat nog redelijk goed komen. En over 10 minuten gaan wij beginnen met wandelen. Dus dat is mijn taak. En gaan we redelijk goed. Nou, er zijn nu wat mensen naar de wc. Ik heb even wat water omhagen naar zoals je ziet. En de luxe is dat ik gewoon hier lekker een kopje koffie heb mogen pakken van de automaat. En dan gaan we over 5 minuten beginnen met de wandeling. Kijk, dit is het startpunt. Daar staan twee mensen te begeleiden. Dit is de helperlinie. En hier begint het allemaal met EBO en de eerste wandelaars. En nou, hier sta ik dus mijn taak uit te voeren. Richting het noorden. Het waren vrouwen van onze leeftijden die hun leven waagden voor de vrijheid. Voor onze vrijheid. In 2020, 75 jaar na de bevrijding, heeft het Oorlogs- en Verzetcentrum Groningen in samenwerking met Kamp Westerbork en hebben we daar ook over gesproken met de stand en wie zij was. Nummer 24, Maria Hermanides Haagmans. Nummer 25, mevrouw Van Goor. Nou, we hebben net een mooi verhaal gehoord over over wat de reden nou eigenlijk is waarom we dit lopen. Over 116 vrouwen die in Westerbork dus zaten in een barak. En maar moesten lopen tegen, ze wisten niet waar ze toen heen moesten. Ze zijn toen bevrijd richting Groningen. En nou, de tweede deel van de wandeling wordt dus vandaag gelopen. En ik heb een hesje gekregen. En ik zit op mijn fiets. En dit is de groep vrouwen die ik dan moet begeleiden. En bij elke oversteek moet ik op de weg gaan staan. Zorgen dat het veilig verloopt. En hier hou ik dan het verkeer tegen. We zijn weer in de stad bij de A, boven de A, moet je kennen. Met de brug. En nou, hier wordt even iets. Nou, veel tegenwicht. Maar hier wordt even weer iets verteld over de geschiedenis. Nou, we zijn aan het einde van de tocht. De laatste wandelaars hier. Lopen nog naar binnen als je kan zien. En hier binnen is een film vertoond. Was ik even vergeten filmen binnen, maar daar wordt dan nog een film vertoond over de echte vrouwenmars met een nummer eronder gemonteerd. En dat was eigenlijk de dag. Nou, bedankt voor het kijken naar het vlog.